Hoi allemaal. Hi. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hallo allemaal. Hoi allemaal. Hoe gaat het met jullie? Hallo allemaal. Nou, wat een kleurrijk geheel, hè? We gaan iets heel leuks maken. We gaan vuurbeestjes maken. En daar hebben we voor nodig. Dit zijn paaseieren. Die kan je zo open en dicht doen, zie je dat? Die kun je bij de knutselwinkel vast wel krijgen. We hebben van die kaarslichtjes nodig op een batterijtje. Want echte, dat is een beetje gevaarlijk. Plakband. Hoe heet dit ook weer? Volgens mij heet dat pijpraggertjes. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dit kun je ook bij de knutselwinkel kopen. Een schaar en plakoogjes. Zie je, van die gekkige leuke oogjes. Nou, wat gaan we doen? Ik denk dat ik eerst een gele ga maken, want dat vind ik een mooie kleur. En dan heb ik nodig een lampje. En die ga ik aanzetten. Want die stop ik in het eitje. Zie je dat? Ik doe het er zo in. Nou zie je niks. En dan gaan we hem eerst nog even afmaken. Nou, ik vind het wel leuk als die een paar pootjes krijgt. Nou, dat doe ik met deze. En dan draai je die eromheen. Dan zorg je dat het eitje goed dicht blijft zitten. En dan maak je hier onderin een soort knoopje. Moet ze wel een beetje gelijk zijn. Nou, anders knip je gewoon nog een stukje af. Nou, deze krijgt wel hele ongelijke pootjes. Maar kijk, ik maak er gewoon een stukje af. En ik geef hem ook nog groene pootjes. Want vliegertjes of beestjes hebben vaak wel meer pootjes. Hè? Heb je dat wel eens gezien? Mijn spinnetje bijvoorbeeld. Nou. Deze vastmaken. Het is een beetje een priegelwerkje. Maar het komt goed. Kijk. Oh, dan gaat het ei open. Die moet niet open. Want dat gaat het niet goed komen natuurlijk met het lichtje. Die moet dicht blijven zitten. Zo. De lange pootjes achter. En wat ze vaak ook nog hebben, zijn van die gekke sprietjes op hun koppie. Daar heb ik deze voor. Die is wel heel grappig, vind je niet? Die doe je dan precies de andere kant op. Het is lastig, maar we zetten door. Kant op. En nu gaan we de oogjes plakken. Welke zullen we doen? Ik heb hier oranje en ik heb hier roze. Nou, ik doe de roze. Hier een oog. En hier een oog. Zie, dan ziet het er al een heel stuk meer uit als een beestje. Zie je dat? Leuk. Ga ik ook nog even een oranje maken en dan laat ik jullie zo het eindresultaat weer zien. Nou, de oranje is inmiddels ook af, zie je dat? Die heeft oranje voelsprieten gekregen en paars en blauw met witte pootjes. En dan ga ik jullie in het donker laten zien hoe leuk ze zijn, deze vuurbeestjes. Nou, en zien jullie hoe schattig deze vuurvliegjes zijn? Helemaal leuk. Dan komen ze aangezoomd. Tot de volgende keer!